Gewoon mee naar binnen. Dames en heren, kent u dat gevoel dat je in een snoepwinkel rondloopt? Dat is een beetje het gevoel wat ik nu heb, hier in Teteringen bij Rob van Oosterhout. Kijk eens even om u heen. Wat een schitterende kilometerveters. We zien Pegasus, we zien Koga, Gazelle, het kan niet op. Echt een snoepwinkel voor mensen die van fietsen houden. Maar we gaan met de man spreken die het allemaal heeft mogelijk gemaakt. Rob van Oosterhout, loop maar even mee. Hey Rob. Hey Jan. Kijk eens. Ja, de engel. Daar komt die engel. Daar komt die aan, ik moet hem even goed draaien. Ja. Ja, we zijn binnen. Ja, hoi. Hey, goedemiddag. Wat goed je te zien en wat gaaf om hier te zijn. En wat een mooie zaak. Dankjewel. Ik heb een paar hele mooie bloemen meegenomen. Ik weet niet of jij ze zelf vanavond op vaas gaat zetten of dat je ze aan je meisjes geeft. Ik moet ze afgeven, maar ik ben er wel blij mee. Ja, ik moet ze afgeven. Ja. Ik weet dat zij mee onderdeel is van jouw succes. Dus ja. Ik begin eerst even met de overhandiging. Dankjewel. Van harte. Dank. Mensen, waar feliciteren we Rob mee? Ja, ik zou bijna zeggen, waar feliciteren we Rob niet mee? 30 jaar bestuurslidmaatschappen, hoofdbestuurslid geweest, ledenraadslid, afdelingsvoorzitter. Volgens mij heb je zelfs in de onderwijscommissie gezeten. Ja. Dus we hebben alles doorlopen. Eigenlijk heeft hij alles gedaan. En houdt hij ermee op? Nou, hij houdt er niet helemaal mee op. Hij blijft zich gewoon bemoeien, want hij belt mij ook nog wel eens. We bellen nog wel eens. Hij belt nog wel eens. Rob, dit is natuurlijk een moment bij jullie afdelingsvergadering waarop er even omgekeken wordt naar al die jaren die achter ons liggen. Is er nou iets waar jij zegt van, daar ben ik nou in het bijzonder trots op dat me dat gelukt is? Ja, zeker wel. Het is natuurlijk een turbulente tijd geweest en ik heb het niet alleen gedaan, hè, laat ik dat zeggen. We hebben een prachtig afdelingsbestuur en een mooie branchemanager gehad. Maar waar ik echt blij mee ben is dat we de leden bij elkaar hebben gebracht en dat het een eenheid is geworden. Hè. Er is best wel eens wat discussie geweest, ook met fabrikanten en importeurs. Maar ik denk, zonder wrijving is er geen glans. Geen glans, nee. En dat hebben we denk ik met de dealers goed gedaan. En ik denk wel dat de leden van BOVAG zijn wel een familie geworden. En we hebben ze wel aan tafel gezet en dat is goed gegaan. Hey, als ik mensen over jou spreek, zeggen ze allemaal hetzelfde ding. Het is echt een ondernemer. Hij is één van ons. Maar hij durft ook op de zeepkist te gaan staan om ons te vertellen wat er anders moet. Je hebt nog wel wat dingen meegemaakt. En de zeeën zijn nog wel eens hoog gegaan in al die bestuurslidmaatschappen die jij hebt vervuld. Ja, dat klopt wel. Dat schuw ik niet. Zo zit ik in elkaar. Ik heb het hart op de tong. En ik denk wel dat je naar elkaar open en transparant moet zijn. En het is natuurlijk ook een vaardigheid dat je als ondernemer ook iets verder durft te kijken als je businessmodel van 5 jaar. Er zit veel aan te komen. Het zijn rare tijden. Mobiliteit verandert heel erg. We zien dat de auto en fiets komt dichter bij elkaar. We noemen het tegenwoordig MaaS. Mobiliteit as a services. En dat moet je ook bespreekbaar met elkaar maken. En dat is wel eens angstig. En ik kan me voorstellen dat er wel eens leden zijn die zeggen, joh, wie ben ik in de keten? Waar sta ik? Is mijn pensioen goed geregeld? Vaak zijn het papa- en mama bedrijven. Word ik ooit overgenomen? Heb ik een overnamekandidaat? Fabrikanten die aan de deur staan? Ja, dat is best een dingetje. Maar ik denk dat BOVAG we hebben daar een belangrijke rol gespeeld. Ja. Ja. Ja, ik heb jou ook gevraagd om mij een beetje te helpen om vooruit te blijven kijken. Want je hebt deze mooie zaak niet voor niks zo bij elkaar weten te organiseren. Ja, grabbelen. Grabbelen wil ik niet zeggen, maar het is wel iets meer dan dat. Hier in Teteringen staat echt een juweeltje. Jullie hebben natuurlijk in jullie business een heel goed jaar achter de rug. Maar dat wil niet zeggen dat het er over 2 of 3 jaar niet weer heel anders uit kan zien. Wat is, als jij naar de toekomst kijkt, hoe kijk je dan naar de toekomst voor jullie eigen branche? En wat moet BOVAG daarin doen? Wat is het verschil, wat kan BOVAG maken? Ja, ik denk dat we nog wel wat uit kunnen nutten. Hè. Vroeger hadden wij de campagne Beun de Haas van BOVAG. Nou, dat heeft enorm bijgedragen aan de naamsbekendheid bij consumenten. Ik denk dat de jeugd van nu heeft niet zoveel met BOVAG. Ik denk dat BOVAG een prachtig organisatie is, een prachtig merk. En ik denk dat we er eigenlijk gewoon eens een keer de poetsdoek over moeten halen. En moeten kijken of we in de toekomst dat weer gewoon meer bij de klant kunnen laden en bij de consument. En dan kunnen we dat prachtig uitnutten en dan wordt dat lidmaatschap van BOVAG ook weer veel meer waard. Die poetsdoek die ga ik zomaar van je meenemen, want ik ben het met je eens. Wat je eigenlijk zegt is van, we zijn niet alleen een club van ondernemers, ooit in 1930 zo opgericht. We hebben ook een consumentengezicht. We moeten ook naar de consument, hebben we een belofte. En die kunnen we nu nog waarmaken, maar daar moet even de poetsdoek overheen. Dat moet wat frisser worden. Ja, het spreekt voor zich dat wij kwaliteit en service leveren als BOVAG dealers. Maar ik denk dat je het ook gewoon commercieel uit kan nutten. Er is gewoon geld te verdienen. En daar is niks mis mee, want als je kwaliteit en mooie producten levert, mag je ook geld verdienen. Maar we moeten er eigenlijk gewoon sterk van maken dat die consument weer meer van BOVAG gaat horen. Gaaf. Gewoon geld verdienen op een leuke manier, in een familie. Kan niet beter. Exact.
familiebedrijf. Ja. Houden we zo. Mooi. Hey, ik ga jou heel veel succes wensen. Doe je meisje de groeten van. Ja, dankjewel. Mag ik ze vertellen dat jullie s'avonds ook wel eens in de jacuzzi zitten met elkaar? Ja, dat mag zeker. Of moet dat er nu uitgesneden worden? Nee, zeker niet. Of vallen ze nu allemaal van een stoel? Nee, ze heeft er een heel jaar alleen in moeten zitten. Ze is af en toe blij dat ik erbij spring. Vanavond met z'n tweetjes, dames en heren. Ja. En Rob van Oosterhout, hij deed het voor ons, hij deed het voor u. En hij blijft ook nog leven doen, daar zou ik wel voor zorgen. Nou ja, en ik ben ook geïnspireerd door mijn leden, dus dankjewel. Hey Rob, heel veel dank voor dit bezoek. Maar ik neem die poetsdoek, die neem ik wel van je mee, hè? Nee, dankjewel man. Tot ziens.